Jan Zoutman, we staan voor de wedstrijd tegen Capelle. Moeilijke tegenstander, nog nooit de volle buit hier gepakt. Hoe gaan we het vanmiddag aanpakken? Wij moeten vooral combinatievoetbal spelen tegen Capelle. Capelle is fysiek sterk. We hebben inderdaad thuis een prima staat van dienst opgebouwd dit seizoen. Ja, wat er verder in de geschiedenis gebeurt, dat zegt natuurlijk niks over de wedstrijd van vandaag. Maar het geeft wel aan dat ze lastig te verslaan zijn hier in Capelle. Ik mis bij de warming-up Geoffrey Verweij en ik zie Wouter van Hoofd. Wat is de achterliggende reden daarvoor? Geoffrey heeft jammer genoeg dinsdag in de bekerwedstrijd in de laatste minuut een tik op zijn enkel gehad. Dus is zeer twijfelachtig of hij überhaupt al speeltijd kan krijgen. Gaat dus zeker niet in de basis starten. Wouter wel. En Geoffrey kijken of hij eventueel beschikbaar is voor de slotfase, mocht dat nodig zijn. Nou is vanmiddag winst eigenlijk noodzaak. Hè? Wil je nog een klein beetje mee blijven doen? Stel je voor dat dat vanmiddag niet lukt. Wat betekent dat dan voor de rest van het seizoen? Nou goed, dat zien we dan wel weer. En dat hangt natuurlijk ook van de andere uitslag af. Maar het is wel heel duidelijk dat wij voor de winst zullen gaan. Omdat dat het resultaat is wat we nodig hebben. En op het moment dat je niet wint, dan wordt de kans natuurlijk steeds kleiner. Dat je nog serieus om de titel kan spelen überhaupt. Maar goed, daar gaan we niet van uit. We gaan eerst proberen om deze wedstrijd naar ons toe te trekken. En eens moet de eerste keer zijn. Dus ik hoop dat we vanmiddag een keer in staat zijn om Capelle hier te verslaan. Jan Zoutman, dankjewel en succes vanmiddag. Dankjewel. Thank you.
Ferdinand Katipana, de eerste ploeg in deze competitie die 3 punten weghaalt bij Capelle. Hoe goed is dit? Ja, wij zijn de vogels toch? Nee, ja, kijk, je weet dat het altijd lastig is hier. En, ja, als je kijkt naar het verleden, dan hebben we altijd gelijk gespeeld. Nou, ja, wat je zegt, er zijn heel weinig ploegen die je kunnen winnen. Maar ik denk dat we als collectief vechtlust hebben getoond en verdiend hebben gewonnen. Ook zij toonden vechtlust vanaf het moment dat ze met 10 man kwamen te staan. Hoe kan het dat je tot die 10, dat zij met 10 man komen te spelen, eigenlijk er geen veldje aan de lucht is en je vervolgens zonder druk komt te staan? Nou ja, kijk, ze komen met 10 man spelen en dan weet je dat ze alles of niks gaan spelen. En dan, ze hebben zoveel fysieke spelers en dan gaan ze al die ballen erin pompen. En dan is het voor ons lastig om ons eigen spel te blijven spelen. En dan kom je onder druk. Maar we hebben het gelukkig volgehouden tot aan het einde. Wat vind je op dit moment van je eigen spel? Ik heb het idee dat je met de week iets beter begint te voetballen. Ik weet dat ik veel beter kan. Het is niet echt het beste seizoen wat ik heb gespeeld. Ja, ook een andere positie. Misschien dat het me wat minder ligt. Alleen je moet je schikken in het team. En probeer iedere week zo goed mogelijk mijn best te doen. Ja, maar iedere wedstrijd is nu belangrijk, hè? Iedere wedstrijd wordt belangrijker. En het lijkt wel of Ferdinand Katipana, als het belangrijk wordt, het beste bij hem bovenkomt. Nou, ik weet niet of dat zo is. Misschien een compliment dat je naar me maakt. Maar ik denk dat wij als spelers goed beseffen dat het nu alles of niks is. En dat we iedere wedstrijd gewoon moeten winnen. Ja, want als je nog een rol van betekenis wil gaan spelen, dan zijn vooral deze wedstrijden heel belangrijk om te winnen. Ferdinand, bedankt. Ja, oké. Okay. Michael de Harder, gefeliciteerd met de 1-0 overwinning bij Capelle. Prachtig doelpunt van jou. Kun je me even vertellen hoe het ging? Ja, ik zag dat Cerezo de bal op het middenveld had. En vrij. En dan kan hij de bal heel goed achter de verdediging leggen. En ik zag een gaatje in het centrum, dus ik dacht ik ga diep. En hij gaf hem hartstikke strak en mooi mee. En ik stond in één keer vrij voor de keeper en ik schoot hem gewoon in de hoek. Cruciaal moment in de wedstrijd, eerste helft. Cruciaal moment in de tweede helft. Hier in Capelle heb je inmiddels een bijnaam, de Schwalbekoning. Kun je me even precies vertellen wat er gebeurde? Ja, de Schwalbekoning. Wie heeft die verzonnen? Daar stond iemand in het publiek van Capelle en vond het nodig om jou die naam toe te roepen. Oké, ja, er stonden wel meer mensen die dat zeiden. Maar ik vond van niet, want dat gebeurde. Ja, ik pakte de bal snel van de speler af. En ik wou snel doorgaan, want ik gaf hem aan Wouter. En in één keer voelde ik een...
ja, eigenlijk een klets in mijn rug, in mijn nek. Dus ja, ik denk ik ga liggen. Ja, het hoort niet dat je iemand zo begint te slaan. En, ja, misschien was het niet altijd, maar het is toch een slaande beweging. En, ja, ik vind het gewoon niet slim van de jongen. Terecht een rode kaart dus. En vervolgens moet je tegen 10 man en dan wordt het toch nog lastig. Hoe kan zoiets? Ja, dat is gewoon, ja, we hadden gewoon niet genoeg druk op de bal. En dan kon je zien, ja, hun spel was lange bal. En dan zie je met hoeveel kopkracht hun voorin komen. En ja, dat was gewoon te verwijten aan onszelf. Want als we gewoon druk op de bal hadden gezet, dan hadden ze ook geen voorzet kunnen geven. En ja, dan kan je zien, dan krijgen ze nog corners en dit en dat. En dan kunnen ze zo nog, maar nog de bal erin koppen. Toch nemen we de overwinning mee naar huis. Lekker gevoel de bus in. Nogmaals gefeliciteerd en een goede reis. Ja, bedankt. Hè. Jan Zoutman, gefeliciteerd met de 1-0 overwinning hier bij Capelle. Maar ben jij tevreden? Nou, met de overwinning natuurlijk wel. En gezien de geschiedenis is dit gewoon een knappe overwinning. En bovendien had Capelle dit seizoen ook thuis nog niet verloren. Wel een aantal keren gelijk gespeeld. En ik denk dat we met name de eerste helft de basis hebben gelegd voor de overwinning. Want met rust was het 0-1, maar had het eigenlijk al iets meer moeten zijn. Is dat het verwijt wat je ploeg kan maken met name over de eerste helft? Nou, dat is niet zozeer een verwijt, omdat spelers dat niet expres doen. Maar het gaf wel aan dat we dus voetballend goed in de wedstrijd zaten. Ik denk dat Capelle 1 goede kans heeft gehad voor rust. En ja, nog een paar balletjes wat heel dreigend leek, maar wat niet echte kansen werden. Maar ik vond ons voetballend behoorlijk voor de dag komen. Er zaten een paar goede aanvallen tussen. Ook met spelervattingen waren we behoorlijk gevaarlijk. En ik was wat dat betreft op een kleine fase na de opening na, was ik zeer tevreden over de eerste helft. Nou, de tweede helft zetten zij een kwartier lang druk. Vervolgens is het eigenlijk IJsselmeer volgens wel dat hij hier de kaarten uitdeelt. Vervolgens komen zij met 10 man te staan en is het eigenlijk helemaal zoek bij de Vogels. Nou, vooral voetballend. Ik vond dat het verdedigend prima stond. En we hebben eigenlijk, ondanks de druk en ondanks de vele voorzetten en hoge ballen in de 16 en spelervattingen, hebben we niet zo heel veel weggegeven. Natuurlijk zijn er wat schoten van rond de 16 meter lijn geweest. Ik heb één goede kopkans gezien voor de aanvoerder. Die kopt hem dan over. Maar wij hadden daar aardig het oog in. Alleen voetballend vond ik dat we een aantal verkeerde keuzes maken. Dat we ook niet balvast genoeg waren. En dat we ja, de ruimte die er steeds meer kwam te liggen, dat we die niet goed benutten. En ondanks dat hebben we wel een aantal aanval uit proberen te spelen, maar was vaak de eindpaas net te slordig. Ik kan me nog een situatie met Tony en Michael herinneren. Ook met Katty, Jasmin die nog een paar kansjes krijgt. Dus dat hadden we wel wat beter kunnen doen. Voetballend was ik over de tweede helft minder tevreden dan over de eerste. Je blijft nu in het spoor van Rijnsburg en van Spakenburg, hè, die beide gewonnen hebben vanmiddag. Is dit het begin van de reeks die nodig is? Nou, wij hebben afgesproken dat we niet meer zoveel in reeksen praten en denken en roepen. Want elke keer als we denken aan een leuke reeks begonnen te zijn, dan komt er wel weer een tegenvaller tussendoor. Dus wij bekijken het van week tot week. Elke ronde is een finale. Dat geldt voor alle ploegen. Dus zowel voor de ploegen die hier boven ons staan als voor onszelf. En volgende week hebben we wat dat betreft denk ik te maken met een van de beste ploegen van de topklasse qua potentie. En elke week zullen we er moeten staan. En ja, wij zullen gewoon veel moeten winnen. Dat is duidelijk. Heb jij net als ik een beetje het idee dat een aantal belangrijke spelers iedere week een klein beetje beter begint te voetballen? Zeker nu het heel erg belangrijk wordt. Ja, maar ik vind dat we op de bekerwedstrijd van afgelopen dinsdag na de winterstop sowieso wel goed voetballen. En ik zal niet zeggen dat alles goed is en dat ik helemaal tevreden ben. Maar ons spel begint weer een beetje te lijken op wat wij als staf en spelersgroep en wat de club IJsselmeer voor ons wil en voorstaat. Dus daar, die ontwikkeling kan ik best tevreden over zijn. Alleen ik hoop dat het nog op tijd is. En ik vind in ieder geval dat we de koplopers nog het vuur aan de schenen moeten leggen. Dat is wel het minste wat we moeten doen. Ja, Zoutman, dank je wel en gefeliciteerd met de overwinning. Graag gedaan.